Mijn naam is Tom van der Kroon. Ik ben vandaag hier op het Change redactiekantoor. En vanavond gaan we een meditatie doen voor Syrië. Mijn naam is Gina de Grote. Ik ben uiteraard ook hier vanavond aanwezig op onze redactie om met heel veel changers te mediteren voor Syrië. Ik ben hier eigenlijk terecht gekomen. Dat komt omdat ik al heel lang betrokken ben bij Syrië. Ik ben daar twee keer naartoe geweest, naar Aleppo en naar Damascus. En eigenlijk met een heel concrete reden om energetisch werk te doen. Het is voor mij zeg maar naar krachtplekken reizen en het is net als met acupunctuur. Je gaat naar een bepaalde plek toe in het land en je zet jezelf als naald erin en je doet een meditatie om te zorgen dat de energie daar, dat het bewustzijn wordt verhoogd. Kom maar in. Meditatie is helemaal in stilte gaan, gedachteloos zijn en luisteren naar wat dat er bij je opkomt. Maar hier is het wel de bedoeling te mediteren door stil te zijn en liefde, compassie, verbinding met het volk daar te maken. Het gaat erom dat er een soort energie van vrijheid, van compassie, van liefde, van verbinding komt. En ik denk dat we dat vanavond gaan doen. Over de hele wereld wordt gemediteerd. Meer dan 500 steden, de Verenigde Naties doet eraan mee. Omdat we zoeken naar een andere manier van omgaan met conflict. Wat een kracht dat er vanavond gaat plaatsvinden. Dus wauw. Dit is een andere weg, een soort derde weg, om wel met je aandacht er naartoe te gaan. Een soort veld van licht neer te zetten, van verbinding, van compassie of hoe je het ook maar zelf voelt, maar in ieder geval je hart te verbinden met het Syrische volk. En daardoor eigenlijk iets bij te dragen aan de oplossing. Ik denk dat er een sterke kracht is die we in ons hebben. Die we ons nog niet helemaal goed beseffen eigenlijk, is dat we door positieve aandacht heel veel kunnen bereiken. De tijd was te kort om een hele goede krachtplek te reserveren. In overleg met Ton, die heel mooie krachtplekken kent hier in België, heb ik een paar kerken gebeld en een paar andere plekken, maar het was te kort dag om de goedkeuring vast te krijgen. Toen ik de mail zag over de vredesmeditatie, dacht ik meteen van ja, daar wil ik gewoon bij zijn. Ik voelde echt van, dit zit goed. Ik denk dat het heel belangrijk is om stil te worden. Ik ben eigenlijk gekomen voor de ervaring vooral. Ik heb toch al heel wat boeken gelezen en ook wel ondervonden dat de kracht van focus en denken heel krachtig is van de mens. En ik vond het wel eens interessant om dat samen te komen beleven voor een goed doel. Ook al ben ik niet zo heel veel met de oorlog bezig, ik wou me er toch graag eens op focussen, maar dan in vrede. Hoe meer mensen dat samen hier verenigd zijn, hoe meer mensen dat hier buiten nog meedoen, alle andere mensen die ook thuis daaraan meedoen, hoe groter dat energieveld wordt. En energie verbindt zich met andere energieën. Dus dat gaat gewoon naar Syrië. Volgens mij moet je het heel simpel zien. Je verbindt je met mensen daar. En je verbindt je om eigenlijk hun te helpen om een oplossing te vinden voor hun eigen leven. Ja. Dus we hoeven niet de politiek te snappen. We hoeven niet te bedenken of er samenzweringstheorieën zijn tussen het Westen en Rusland of wie dan ook. Het gaat er eigenlijk om dat je je vanuit compassie verbindt met mensen. En uiteindelijk zijn het allemaal mensen. Tot en met de daders toe. Ook zover zou je kunnen gaan zelfs om te zeggen, goh, laten we ook licht sturen naar de leiders die besluiten moeten nemen, maar misschien ook wel naar degene die aan de verkeerde kant van het conflict staan, welke kant dat ook is, om die mensen ook te helpen van kom uit die negativiteit en destructie en kijk of je je eigen wonden kan helen en ze niet doorgeeft aan een ander. Dus in essentie is het eigenlijk heel simpel. Je opent je hart vanuit compassie.
weg en vinden de heilige graal. En volgens mij is dat een mythologisch verhaal van onze wereld, wat zich nu aan het voltrekken is. We kunnen alleen maar zeggen tot die graal komen als die twee culturen samengaan. En dat is ook een verhaal. Dat is ook een verhaal wat in de Koran en in de islamitische wereld, hè, ze hebben het muziek die Ton, waarmee Ton ons begeleidde, dat heel ondersteunend was om beelden te vormen van liefdevolle ondersteuning. En als ik die beelden maakte, dan kreeg ik ook enorm veel kippenvel. Dat voelde ook echt enorm extatisch bijna. En de beelden waren echt duizenden vrouwen die eigenlijk, ja, die de vrouwen ginder eigenlijk in Syrië omringen en ondersteunen en liefdevol, ja, ondersteunen. Ik vond het een hele fijne avond en ik vond het ook heel leuk om hier, alleen om hier met zulke mooie zielen samen te zitten. En ik had heel sterk een gevoel van liefde. Het gevoel van een baarmoedergevoel, waar je echt iedereen wil koesteren en beschermen en verwarmen. En gewoon het gevoel van dat je dat met heel veel mensen kan delen en ook dat dat op verschillende plekken gebeurt. Ja, dat geeft gewoon een diepe vreugde voor mij.